Hi, goedemorgen. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. Een tijd geleden heb ik een Boozy Shop, nee, dat is niet waar, een Action Shoplog gedaan. En daarin had ik ook make-up gekocht van Max & More. En die gaan we vandaag uitproberen. Ik heb een skincare al op, daarom glim ik zo. Ja. Oké. Ik weet niet of ik het heel geweldig ga vinden. De Max & More Glow Primer. Met hyaluronic acid en rosehip. Creëer een stralende, moeiteloze look met deze Glow Primer. Gebruik het onder je foundation voor een natural, natuurlijk ogende gloed. Dat is het. Er zit wel siliconen in. Dan weten we dat maar. Ik gooi de doosjes gelijk weg. Dit is de tube. Hoeveel zit erin? 30 milliliter. Glow primer. Nou, zal ik hem moeten schudden? Ik hoor niks. Oh, er zit ook nog een stickertje op. Daar houden we van. Oh. Oké, dat is hem. Het ruikt een beetje chemisch. Het is een beetje, ja, gekke substantie. Je wil zeggen cremig, maar dat is het niet. Maar jelly is het ook niet, zeg maar. Het is een beetje een combinatie van die twee. Op zich ben ik niet zo van de glow primers. Oké. Het glowt. heel erg. Heel even iets aan de poriën doen. Daar heb ik niks voor. Van Action. Oké. Het voelt prima. Het voelt een heel klein beetje sticky. En de hele erge glow gaat weg naarmate hij opdroogt, hoor. Dit zou je, niet als je een vette huid hebt, hoor, maar dit zou je kunnen dragen gewoon zonder. Dan heb ik de Max & More BB Cream. Ik heb er niet heel veel goede dingen over gehoord. Dit is de BB Cream Light Vegan met niacinamide en aloe vera. Evens out the color, unifies, gives the skin a healthy shade. Wat zegt het? De voedende BB Cream met SPF 30, lichte formulering die de huid egaliseert en natuurlijk ogende finish geeft. Breng aan op de schone huid, geschikt voor alle huidtypes. Krijg je ook 30 milliliter en ik heb de kleur light. Dan zit het in zo'n tubetje. Zal er ook weer een dingetje op zitten? Er zit ook weer een dingetje op. En die zitten er ook niet heel strak op. Heel fijn. Heel even shaken. Ik heb gezien dat er gewoon, oh, ik wil even afdoen, geen dekking afkomt. Maar gewoon niet, zeg maar.
Het is, nou, vloeibaar-ish. Ik ga gewoon wat stippen aanbrengen. Ik heb expres nu nog geen concealer gedaan, omdat ik de dekking wil zien. Voor de mensen die denken nu van, hey, je doet altijd eerst concealer. Daarom. Oké, nou, een foundation kwast. Kijk, je moet ook in principe van een BB cream niet zo heel veel verwachten. Het is natuurlijk niet bedoeld om een heleboel dekking te geven. Wat vind ik ervan? Het zit mooi, de kleur is goed. Dat verwacht je ook wel van een BB cream, want ja, dat is gewoon voor meerdere kleuren huid. Hij dekt wel, alleen niet geweldig. Maar dat, mag je dat verwachten van een BB cream? Maar als ik zo dit opbouw bij deze rode wang. Dan denk ik niet wat verschrikkelijk. Maar dat is maar net wat je ervan verwacht. De neus moet ik even doen met een, daar doe ik nog een beetje concealer op zo. Ik vind hem niet vreselijk. Het geeft een hele lichte dekking, sheer dekking. Ja, light wil ik het nog niet noemen, maar het dekt wel. Kijk, kijk hoe minder rood dit is. Je kan hem ook echt wel opbouwen. Nou, voor die prijs. Ja, wat moet je ervan verwachten? Het is een BB cream. Het is niet bedoeld als een. Oh, hij laat wel heel erg je droge plekken zien. Zie je wat hier gebeurt? Aan de zijkant hier? Wat gebeurt daar? Kijken of ik daar iets mee kan. Oké, hij accentueert wel droge plekken op je gezicht. Dan heb ik een concealer. De concealer. Dit is de kleur 110 Honey. Geef dekking en glans voor een frisse, stralende finish van de huid. Nou, meer staat er niet op. Het is vegan. En ook hier zitten siliconen in. Nou, denk ik dat die te donker gaat zijn, maar. Oh, dat valt mee. Ja, dat komt omdat ik een van de weinigen ben die
niet een oplichtende kleur wil. Ja, hij ruikt ook weer gewoon een beetje chemisch. Ik wil gewoon, zeg maar, mijn huidkleur. Het is een hard stokje. Waar je dan wel steeds in terug moet, zeg maar. Ik ga even een andere kwast pakken. Want zie je dit? Wat is dat? Wat gebeurt daar? Heb ik dat te lang laten drogen? Dat is niet goed. Ik denk niet dat die primer met die BB cream samen kan, hoor. Zie je dit? Hier. Hier. Maar hier had hij natuurlijk ook al. Deed hij raar. Nou, dit is niet oké. Oké. Ik ga het even eraf halen. En dan gaan we even de BB cream zonder de primer doen. Momentje. Nou, zo. Beetje droog maken. Zal ik nu even eerst proberen de concealer? Dat het in ieder geval niet aan de concealer ligt. Even op de normale plekjes. Waar ik, zeg maar, altijd concealer wil. Het stokje neemt gewoon niet genoeg product op. Oké, voor wat ik nu zie, is de concealer prima. Dit is voor mij oké. Ik doe weer een dot van die. En dat zal ik wel te veel hebben. Maar dat geeft op zich niet. Nou, het is natuurlijk wel zonde van het product, maar goed. Zo. We gaan kijken wat hij nu doet. Misschien is het wel de combinatie met de concealer.
Ik probeer het te stippelen om de optimale dekking eruit te krijgen. Nu doet hij het niet. Oké, die primer gaat niet samen met die BB cream. Zou dat door dat opbouwen komen? Nou, deze kwast neemt wat product weg. Even. Kijk, hier heb ik nu wat product weggehaald. Maar verder. Ik vind het ook niet een heel groot probleem hoor, als er roodheden te zien zijn. Dit is wel een fijne kwast trouwens van de Boozy Shop. Nu doet hij hier raar, zie je dat? Wat een gek product is dit. Ik kan hem niet echt opbouwen. Ik kan mijn neus. Nou, ik laat het voor nu, maar het is een beetje een gek product. Hier doet hij niks en nu grijpt hij hier heel erg vast. Oké, we laten het hier even bij. Want ik ben bang dat ik het anders alleen maar erger maak. Ik had ook deze van de Fab Factory. Maar die gaan we even op een ander moment. Want ik wil eigenlijk gewoon het beperken tot Max & More. Daar heb ik overigens geen poeder van. Want ze hadden bij mij alleen maar... de kokospoeder. Nou, eeuw. Echt. Het pielt hier eraf, zie je dat? Wat een raar product is dit, zeg. Nee, ik word hier niet echt heel blij van. We gaan even... Ik neem een poeder van Wet n Wild. Er zit een hele vlek hier. Zie je dat? Wat een raar product. Zou dat komen omdat dat het plekje is wat ik dan... viel te af, zie je het? Heel vreemd. Ja, daar ga ik ook niet vanaf kunnen blijven nu, hè? Dus hier is het niet. Zit nu hier zo een hele gekke kale plek. Goed. Dat
poeder het wel goed af. Maar dit is een beetje raar. Nou goed. Ik laat het nu voor nu even gewoon zitten. Goed. Dat. Het is een beetje een raar product. Maar het ligt echt aan de BB cream. En ik denk dat het hier voornamelijk nu is omdat ik hem daar heb willen opbouwen. Dan heb ik de bronze en highlighter. Om je huid een subtiele glans en zonnige gloed te geven. Nou, meer zegt het ook niet. Het is ook echt een klein paletje. De bronzer en de highlighter. Het is heel subtiel. Wat ik overigens over het algemeen niet erg vind. Ik hou wel van subtiel. In mijn gezicht. Kijk, ik maak die wang gewoon op. Het is heel poederig. Op zich vind ik dat ook niet erg. Ik maak die wang gewoon ook op. Het is heel subtiel. Maar het doet wel iets moois met je gezicht. Met je lichaam ook zeggen. Met je gezicht. Ja. Oké. Dan heb ik 2 poederblusjes. Ik heb de kleur... Nou, we zeggen eerst even wat die poeder zegt. Geef je wangen een levendige en moeiteloze natuurlijke blos. Ik heb de kleur Peachy Cheeks en Pink Blossom. Ik ga voor Peachy Cheeks. Wat een verrassing. Ja. Oh, dat is wel een mooie kleur. Met een beetje een glans erin. Zien jullie dat? Wat een mooie blush. Er zit geen glitter in. Het is echt een glans die erin zit. Oké, Action. Oké. Ja, dat traanoog die is gewoon, dat is gewoon iets wat bij mij hoort. Daar kan de Action op zich niks aan doen. Dan heb ik de Max & More Fixing Spray natuurlijk. Dan gaan we even sprayen om... het poederige effect een beetje te laten verdwijnen. Want ik zie er heel poederig uit nu. Je hoeft ook niet heel je gezicht echt zijknat te sprayen. En het ziet er gelijk een stuk beter uit. Ja,
ik een wenkbrauwpotlood. Oh, zullen we eerst even de highlighter doen? Met mijn kleine kwastje. Ja, weet je wat het is? Die blush is op zich namelijk al... Oh, je ziet het wel nog hier, zie je het? Ja. Ook heel subtiel, maar die blush is er zo glowy dat je dus eigenlijk... dat verschil met die highlighter niet zo goed ziet. Ja. Yeah. Dan heb ik een brow pencil in de kleur blond. 291. Een wenkbrauwpotlood. Geef je potlood. Geef vorm aan je, geeft kleur en vorm aan je wenkbrauwen met dit potlood. Nou, deze. Met een slijpertje. En ik gebruik er al zo één. Dat is deze. Dus laten we die lekker gaan gebruiken. Ik zal, om het potlood goed te laten zien, geen andere producten in mijn wenkbrauwen gebruiken. Het is een heel waxy potlood. Het is helemaal niet hard. Dat kan je zien aan de kleur. Daar moet je van houden. Ik vind het wel fijn. En ik hou van een gewoon potlood en niet van dat micro gelul, zeg maar. Die micro potloden vind ik gewoon niet fijn. Maar ieder voor zich natuurlijk. En die hadden ze bij mijn Action trouwens ook niet. Dus dit was de enige die er was. Het is wel jammer dat Actions, zeg maar, niet allemaal het hele assortiment hebben. Maar dit is echt wel een goede kleur. Oké, als je heel blond... Het lijkt een beetje rood. Maar dat is het niet, hoor. Het is echt... blond. In het echt. Op camera, dit is niet de kleur... die het in het echt heeft. Goed. Het laatste product is een matte liquid lipstick in de kleur 356 Blush. Dat is deze. En dan zegt het vloeibare lipstick met een matte finish. Dat is het. Ook gewone lippenstiften of ik zit te denken, wat vind ik van mijn gezicht nu? De nieuwe lipgloss heb ik gezien bij Anouk Demi. Dat hadden ze bij mijn Action allemaal niet. Dus deze dan maar. Daar gaan we, zonder... Mooi kleurtje. Ik was heel even bang dat die... te roze zou zijn. Ruikt niet. En wederom is het stokje hard en neemt niet genoeg product op. Nou heb ik redelijk gepigmenteerde lippen, dus ik moest wel even een laagje aanbrengen.
Mijn oog traant echt enorm nu. Maar de onderlip is al helemaal droog. Zie je dat? Dat gaat echt heel snel. Ik vind het kleurtje echt prima. Even gauw. De wimpers krullen en een beetje mascara. Heb ik ook niet. Hadden ze ook niet bij mijn Action. Gewoon even één laagje. Gewoon zo. Dit is hem. Ik moet eerlijk zeggen, het ziet er op mijn gezicht zwaarder uit dan dat de producten die ik gebruikt heb beloven. Klinkt dat logisch? Deze is fijn, maar je moet het bij één laagje laten. Je kan hem niet opbouwen. Dat gaat hem niet worden. En eigenlijk vond ik alles wel op zich oké. Behalve de primer. Ik weet niet wat daar mis mee is, maar die gaat niet zo goed samen met andere producten. De lipstift plakt op zich niet. Ja, je ziet wel mijn eigen kleur er doorheen. Het is niet heel veel pigment, maar ja. Je ziet hier wel mijn eigen kleur nog er doorheen. Nou, vind ik niet zo'n probleem. Ik zou wel met een lippotlood erbij doen de volgende keer. Maar ik vind het een mooi kleurtje. Ik ben benieuwd hoe lang die blijft zitten. Over het algemeen zitten liquid lipsticks bij mij niet heel lang. Nou, geen ene lipstift trouwens. Het wenkbrauwpotlood prima. De blush echt prima, maar wel heel veel glans. Het is zeker niet een matte blush. Zeker niet. Dit paletje is prima als je van subtiel houdt. En je ziet het wel, maar het is echt allemaal heel subtiel. Dat is het woord. Dat is het woord voor deze make-up lijn. Subtiel. Het is allemaal lichte dekking, subtiele glans. De blush geeft wel genoeg kleur af, maar heel veel glans dan ineens. Heel apart. De spray is natuurlijk geweldig, maar die kennen we allemaal. Ja, de concealer ook lichte dekking, maar verder prima. Als je geen traanoog hebt. Er is iets wat mijn oog enorm irriteert, want het wordt ook helemaal rood nu. En de make-up gaat er helemaal af. De concealer is niet waterproof. Kijk maar. Het is nu helemaal weg. Oké. Nou. Het is allemaal niet. Wenkbrauwpotlood, ja. Lipstift, ja. Ja hoor. Het is droog, maar oké. Okay. Blush, oké. Okay. Dit paletje, hou je van subtiel, is het oké. Okay. De basisproducten zou ik lekker laten voor wat het is. Dat is echt dramatisch. Het gaat eraf, het peelt, het... Het ziet er hier rond mijn mond zo ontzettend zwaar uit. Alsof ik een hele dikke cakey laag make-up heb. Nee. Dit wordt hem niet. Nee.
Ik zit te kijken naar andere plekken. Nee. Verder ziet het er wel redelijk. Ja, op mijn neus niet zo. Rond mijn mond. Ja. Ik word er niet heel blij van. Nou, dat. Ja. Zonde. Misschien dat de echte foundation anders is, hè? Dat weet ik natuurlijk niet. En ik ga niet alles afkraken. De kleurproducten, ja. De basisproducten, Misschien wel als je jonger bent. De kleuren waren verder wel goed. Ja, meer kan ik er niet over zeggen nu. Oh, mijn gapen. Huh. Meer kan ik er nu niet over zeggen. De kleurproducten, ja. De basisproducten, Misschien als je jonger bent. Het is natuurlijk niet heel duur, dus probeer het gewoon, zou ik zeggen. Alleen maar als je het kan missen. Want geld is geld wat je uitgeeft, hè. Daar kan je ook een broodje voor kopen of zo. Nou, de lipstift is niet heel plakkerig. Maar wel droog. Ja, je voelt het wel. Het is wel droog. Maar ik vind dat op zich niet zo'n probleem. Dan doe je een glossje eroverheen. Als je dat heel moeilijk vindt. En hij is kiesproof. Ja. Nou ja, weet je, ik kan heel lang blijven kijken. Het wordt er niet beter op. Ik vind het er cakey uitzien op zich. Wat niet aan de poeder ligt, want de poeder gebruik ik heel veel, die van Wet n Wild. De BB Cream is een gek product. Het is een gek product. Maar goed. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Heb jij die BB Cream gebruikt of heb jij de echte foundation gebruikt? Laat me weten. En dan zie ik jullie graag. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag bij de volgende.